Het is wat behelpen, maar hier beneden zijn ze een stuk veiliger. Dit is in de stad Kharkov, in een kinderziekenhuis. De hele kraamafdeling, met heel jonge kinderen dus, is verplaatst naar de kelder. In Kharkov wordt hard gevochten. Op dit filmpje zie je beschietingen in de straten verderop. President Zelensky van Oekraïne zegt dat het leger van Rusland expres raketten op de stad heeft afgeschoten. Raketten die op woonwijken terechtkwamen. Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкту. De gekleurde gebieden zouden nu in handen zijn van het Russische leger. Er wordt op veel plekken in Oekraïne gevochten. Onder andere in de stad Kharkov dus, de op één na grootste stad van het land. Maar ook in de stad Gerson, die omsingeld zou zijn door het Russische leger. Verder zou er een enorme kolonne met Russische militairen langzaam maar zeker oprukken naar Kiev, de hoofdstad. De rij vrachtwagens en tanks zou zo'n 60 kilometer lang zijn. Te vergelijken met de snelweg tussen Amsterdam en Den Haag en dan dus vol legervoertuigen. Dit is in Kiev, waar het luchtalarm vanmorgen weer afging. Zo worden mensen gewaarschuwd voor gevaar. Volgens journalisten in Kiev zouden er vanmiddag beschietingen zijn geweest. De televisietoren daar zou onder andere gebombardeerd zijn, waardoor een aantal zenders niet meer werkt. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen in de oorlog is niet goed te zeggen. Het zou al om duizenden militairen gaan en om honderden burgers. Onder hen ook kinderen. Nog steeds vluchten veel Oekraïners het land uit. Zo'n 700.000 zouden het er al zijn. En soms dan gebeurt er iets moois. Midden in het verdriet en geweld. Deze man is naar het metrostation van Kiev gekomen met zijn trompet om het Oekraïense volkslied te spelen. Zodat de mensen die daar schuilen de moed er een beetje inhouden.